De verdachten van het misdrijf van dinsdag 2 mei te Pekin Sarong zijn in beeld gebracht. Dit liet president Chandrika Prasad Santokhi vandaag in de Nationale Assemblée weten. Bij dit misdrijf, waarbij er sprake was van vuurwapengeweld, zijn een aantal mensen van hun vrijheid beroofd en gegijzeld. Goederen zijn gestolen en beschadigd en houttrucks met lading in brand gestoken. Ook liet de president weten dat er gewonden zijn gevallen en 2 doden vanuit de kant van de aanvallers te betreuren zijn. De situatie is nu onder controle gebracht. De daders zijn zichtbaar gemaakt, meneer voorzitter. It's just a matter of time. Dat ze allemaal voor justitie gebracht zullen worden, meneer de voorzitter. De voorzitter, het zijn ernstige gebeurtenissen. En wij als regering betreuren dat dit gebeurd is in een democratie waar nog ruimte is voor dialoog, waar nog ruimte is om gesprekken te voeren, waar ruimte is om oplossingen te zoeken, meneer voorzitter. En zulke ernstige handelingen, gewelddadige handelingen in onze democratie, meneer voorzitter, kunnen niet getolereerd worden. Het staatshoofd benadrukt dat zulke misdrijven aanslagen zijn op de rechtsstaat en inbreuken op de rechtsorde en de veiligheid. Hij vindt het triest dat Surinamers hun leven hebben gelaten en gewond zijn geraakt als gevolg van deze gewelddadige acties. Santokhi benadrukt dat heel ferm opgetreden zal worden tegen de mensen die dit in de hand hebben gewerkt. Je hoort ook die discussie van wie zijn ze? Door wie worden ze aangestuurd? Wie financiert hun? Wie zit erachter? Allerlei vragen, meneer voorzitter. En op al deze vragen gaan er antwoorden komen nadat het onderzoek volledig is afgerond, meneer voorzitter. Ondertussen hebben we wel de informatie van zowel justitie als defensie dat de wapens en handgranaten die in beslag genomen zijn van één en dezelfde bron komen. Dezelfde bron van waar handgranaten afkomstig waren toen een journalist bedreigd werd door wapentuig onder zijn auto te plaatsen, meneer de voorzitter. Maar het is dezelfde bron van waar wapens en handgranaten gekomen zijn die gegooid zijn op het terrein van het kantongerecht, meneer de voorzitter. Het is dezelfde bron van waar wapens en handgranaten gebruikt worden om op het huis van een piloot te gooien. Volgens de president mag niet uitgesloten worden dat al deze ernstige incidenten georganiseerd plaatsvinden. Met justitie en het Openbaar Ministerie is afgestemd dat grondig onderzoek moet komen naar wat zich op Pekin Sarong heeft afgespeeld.